Dus tot de conclusie komen van dat überhaupt alles ontworpen is. Dat is voor mij een hele grote eye-opener geweest. Van alles is ontworpen om je heen. Alles wat je ziet is ontworpen. Daar is over nagedacht. Dat was voor mij zo'n mindblown moment. Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelly en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Hey, super tof dat je weer luistert of kijkt, want dit is de allereerste Creatiedrift waar ook beeld bij is. Dus als je naar mijn YouTube kanaal gaat, Ruben Stelly, dan kun je daar meekijken. Ik zwaai nu even naar alle YouTube kijkers. Super tof. Ja, er staat weer een nieuwe aflevering klaar. Ik ben een beetje verkouden. Ik denk dat je dat wel hoort. Goed. Daar kunnen we even niet zoveel aan doen. Ik doe mijn best. Maar er staat weer een echte leuke aflevering klaar met een echte maker. Striptekenaar en cartoonist Jan-Willem Spakman. Ook bekend als Wimpy Comics. In 2014 studeerde hij af aan de enige opleiding in Nederland die iemand opleidt tot striptekenaar. En dat is die in Zwolle op Artes, de kunstacademie daar. Dezelfde kunstacademie als ik ook gedaan heb. Ik ken Jan-Willem ook uit die tijd. Daarna is hij, de afgelopen jaren heeft hij flink aan de weg getimmerd als striptekenaar. Hij heeft al een aardig bereik met zijn webcomics, met zijn kenmerkende wimpy humor. Daarnaast heeft hij 2 stripboeken uitgebracht, Recht uit de ondergrond en het boek met de pakkende titel Kutbeesten, de verzamelde werken. Vooral over het laatste boek hebben we het uitgebreid in deze podcast. En we praten over humor, over het maken en over alles wat hij doet. En ook over, hij vertelt ook over de balans die hij heeft tussen werk en opdracht en eigen vrij werk. Jan-Willem woont en werkt in Groningen, dat is mijn geboortestad. Maar helaas kan ik hem dus niet opzoeken door de corona. Dus dit is de eerste aflevering die ik opneem via internet. En dat heeft dus als voordeel dat ik ook makkelijk beeld kan opnemen. Dus het is nog een beetje zoeken. De geluidskwaliteit laat nog wat te wensen over wat mij betreft. Daar probeer ik de komende aflevering aan te werken. Maar we hebben dus wel beeld en dat is ook best wel tof. Maar dat doet ook allemaal niks af van het verhaal van Jan-Willem. Ga er goed voor zitten. Hier in de Creatiedrift podcast, striptekenaar en cartoonist, Wimpy Comics, oftewel Jan-Willem Spakman. Zo, Jan-Willem. We zitten in een podcast. Ja. Net waren we nog gewoon aan het praten en dan ineens zit je in een podcast. Hè? Dat is altijd zo heel gek. Je voelt het ook. Een beetje warmer wordt het. Zeker. De atmosfeer verandert meteen direct. En de eerste keer met video, hè? De eerste keer de Creatiedrift met video. Dus als mensen mee willen kijken, dan kan dat ook. Is dit ook live of wordt dit gewoon later? Nee, later. Oké. Nee, ik schrok al. Nee. Het is gewoon. Het is wel fijn dat je geen broek aan hoeft. Dat is ook heel prettig. Ja, dat is ook prettig. Ja, dat hoeft normaal ook niet in de podcast. Goed, Jan-Willem, we gaan even een uurtje praten. Dat is het idee, hè? Jij luisterde deze podcast, dus dat vind ik heel tof. Ja, zeker. Ik geniet er ook enorm van. Het is, ik vind het leuk dat je zoveel diversiteit ook van makers hebt. Ja, dankjewel. Dat vind ik echt tof om te horen. Ja. En je stuurde mij een berichtje dat je deze podcast fijn vond. En toen dacht ik van, hé, maar wacht eens even. Jij staat bij mij op de lijst, dus kom maar door. Dus daar zitten we dan. Hey, hoe gaat het jou af in quarantaine? Nou, het gaat mij persoonlijk wel goed af. De afgelopen paar jaar werkte ik sowieso vanuit huis. Ik heb wel over nagedacht om in een studio te gaan zitten met een vriend. Of zoiets tegen überhaupt in een studio te gaan zitten. Ja. Maar daar was ik tot nu toe gewoon nog niet echt aan toegekomen. En het bevalt me ook wel gewoon het thuiswerken. Weet je? Ja, want precies. Behalve dat je gewoon je werk gewoon niet naar je werk hoeft te fietsen of in de auto of zoiets dergelijks. Is het ook wel eens dat wanneer je een ingeving krijgt of zo, of in één keer heb je een idee, dan kun je ook gewoon naar de andere kamer lopen en het uit gaan werken. Ja, je kan direct gaan zitten. Je hoeft niet eerst op je fietsje de stad door. En, precies. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd voor jou? Nee. Dat is de conclusie. Ik geef normaal gesproken ook een heleboel workshops. Twee keer per week geef ik sowieso les op een cultureel centrum. En verder geef ik gewoon workshops in Noord-Nederland. En dat is er nu allemaal niet. En dat vind ik wel erg.
Want daar haal ik wel heel veel plezier uit. Dus, ja, precies. Dus dat mis je nu wel. Ja. Zeker. Dus aan de ene kant is jouw werk dus het tekenen, het maken. Maar je haalt ook heel veel voldoening aan uit het geven van workshops en dat soort dingen. Ja, zeker. Ja. Hey, leuk. Nou ja, jij luistert deze podcast, dus dan weet je wat ik ga vragen. Oh, niet direct, nee. Nee? Ik heb geen lijst van, oh ja, nu gaat hij nee. Dit vragen. Ja, ik stel altijd maar één vraag. En dat is, wat maakte jou als kind? Dat vind ik lastig. Want dus ik heb altijd al getekend. Het verschil, ik denk dat het belangrijkste altijd wel gewoon het humoraspect is geweest. Het humoraspect, oké. Wat ik nu doe in strips en cartoons en ook altijd in illustraties. Daar zit altijd een aspect van humor in. Er moeten altijd grapjes in zitten of zo. Dat heeft er altijd wel in gezeten. Dus ik was vooral gekke korte stripjes aan het maken. En tekeningen van de leraren. Dus dat soort dingen, denk ik. Ja. Het zat jou altijd al in de humor. Het humor brengen, ja. Zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Ja. En waar komt dat vandaan dat jij behoefte hebt om die humor te brengen? Ik denk dat het is met de paplepel ingegoten. Oké. Hele grappige ouders? Of, Ja, mijn vader is een enorme grapjas en mijn moeder heeft ook veel humor. Dus bij ons thuis, ik kom uit een gezin van 5, was het ook altijd aan de eettafel humor en grappen en over elkaar heen en dat. Elkaar ook overbluffen van dan maakt ene grap en dan moet die andere er weer overheen. Ja, precies. Op zo'n manier dat het wordt inderdaad, het wordt een soort meting inderdaad. Ja, nee, precies. Nee. Ja. Dan ga je misschien ook een beetje ontwikkelen in die humor, hè? Dus dan heb je, omdat je al die jaren een soort van strijd hebt. Dus dat was echt de humor. Dus, maar je tekende ook veel, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, altijd getekend. Ja, altijd getekend. Ja. Ja. En wist je toen al snel van, ik wil hier mijn werk van maken? Nou, ik weet niet, de realisatie kwam voor mij pas dat er een optie was om ontwerper te worden of tekenaar of zoiets dergelijks. Ja. Na de middelbare school. Dus ik was er altijd wel mee bezig, maar ik had altijd wel zoiets van, ja, ik wil geen kunstenaar worden, want ik zag mezelf niet als kunstenaar, ik zie mezelf nog steeds niet als kunstenaar. Ik vind het gewoon leuk om tekenen en leuk om plaatjes te maken en voor andere mensen te tekenen, maar echt autonoom kunstwerken maken met verf, want dat was mijn beeld toen van ja, precies. Je hebt een bepaald beeld ervan. Ja. Je had niet het gevoel van daar pas ik bij. Nee, precies. Nee, precies. Maar, dus, ja? Na de middelbare school was het pas in één keer dat er bleek op de kunstacademie in Zwolle, waar wij allebei op gezeten hebben. Zeker, ja. Dat er een opleiding was voor striptekenen. En in één keer was er zoiets van, oh, maar dit is ook een optie. Ja. Ja, en toen... En dat was een soort van eureka-moment van, hey, wacht eens even. Maar dat is wel heel erg vet. Ja, daarvoor zat ik nog te denken of ik misschien in de zorg wou gaan werken. Of, in de zorg? Oké. Okay. Ja, of als docent. Of misschien geschiedenis wou studeren. Of zoiets dergelijks. En ja. wat zat er dan in de zorg dat je zo aantrok? Gewoon letterlijk het voor mensen zorgen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. En het contact met mensen. Dat. Ja. Okay. Ja, mijn moeder die werkt ook in de zorg. Dus misschien heeft dat ook wel een rol gespeeld. Ja, ik heb het altijd gewoon een heel nobel beroep gevonden. Alles in de zorg. Ja, precies. Ja. Dienstbaar ook. Of, zeker. Ja. Zeker. Ja, die dienstbaarheid, dat is inderdaad. Ja. Maar toen ben je dus aan de kunstacademie gegaan, Attes. Je bent hetzelfde jaar begonnen. Wij hebben ongeveer hetzelfde tijd. Wij hebben precies dezelfde tijd daar gezeten. Ja. En toen werd je, ja. Het is natuurlijk, als je erbij na gaat denken van, ja, ik wil striptekenaar. Het is een ding. Het is niet van, het is geen opleiding met baangarantie, bij wijze van spreken. Nee. Maar het is een zwaar traject waar je aan begint, eigenlijk. Was je daarvan bewust of had je zoiets van, nou, ik zie het wel. Zeker, nee. Het ding was, we zijn er tijdens de opleiding al ontzettend bewust van gemaakt en geworden van dat er geen baanzekerheid is. Dus als je in dit veld gaat werken, moet je het zelf gaan doen en moet je zelf zorgen dat je aan het werk komt. Ja, ja. En dat zorgt er ook wel voor dat je dat ook dan gaat, al gaandeweg tijdens de opleiding gaat proberen
ja, daar oplossingen voor te vinden. Ja. Zelf al naar opdrachtgevers toe te stappen en zelf al kleine boeken te gaan maken om te kunnen verkopen op beurzen en zo. Dus je wordt er wel heel proactief van. Juist omdat je dus weet van, ja, hierna, na de opleiding is er in principe niks, dus je moet het zelf gaan maken. Ja, ja, dus je wordt er heel bewust van tijdens de opleiding moet je iets gaan opbouwen, zodat je daarna, ja, dat je iets hebt, dat je aan de gang kan, zeg maar. Want er wacht geen baan of een... nou ja, tenminste als je zegt van ik wil zelf striptekenaar worden. Want er zijn misschien ook mensen die wel die opleiding doen, maar uiteindelijk toch een beetje een andere kant op gaan. Ja, nou ja, het ligt er ook heel erg aan wat voor stripmaker je wil worden. Hè. Kijk, vanuit de opleiding werd heel erg ook gezegd van dat je ook bezig kan met graphic novels. Dus echt, echt serieuzere stripverhalen. Lange verhalen. Lange verhalen met daadwerkelijk een goede boodschap. Nee, goed, dat is niet mijn ding. Dus ik heb ook nooit zo'n soort striptekenaar willen worden. Ik vind het juist leuk om dus een dienstbare striptekenaar te zijn, voor verschillende klanten te werken en daar dan een manier in te vinden met wat humor erin. Waardoor de boodschap die een klant wil overbrengen duidelijk en leuk overkomt. Ja. Maar dus zo was je wel aan het denken van hoe kan ik tekenen voor klanten? Dus niet alleen vanuit jezelf dingen maken, maar ook meteen voor klanten. Ja, vrij commercieel wel hoor. Dat is, ja, inderdaad. Ja. Dat zit er toch wel een beetje in. Ja, ja, dat is me ook niet altijd in dank afgenomen door medestudenten. Maar goed, ik vind het gewoon leuk om commercieel te werken. Omdat je bent bezig met mensen helpen. Ja. Je bent samen een oplossing aan het verzinnen voor een visueel probleem dat zich voordoet. Ja, precies. Je bent ook echt samen aan het werken, zeg maar. Ja. En veel striptekenaars of tekenaars zullen ook vooral alleen bezig zijn. Maar jij hebt echt die behoefte van, nee, ik wil met mensen zijn, ik wil met mensen... In ieder geval voor mensen werken en dat zij vervolgens een product krijgen waarbij zij zelf zoiets hadden van, oh, dit had ik ook niet verwacht dat het zo leuk kan zijn. Nee, of inderdaad. Dat het zo inderdaad werkt en overkomt in beeld. Ja, ja. Heb je dat ook nodig, een opdracht, zeg maar? Dat het jouw creativiteit een beetje stimuleert? Of, Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik maak, naast dat ik voor klanten werk, maak ik zelf ook stripboeken. Mm-hmm. Maar dat is een veel minder grote frequentie, omdat ik dat vooral doe in vrije tijd. En dan heb ik wel echt een impuls nodig. Een ingeving of zoiets dergelijks. Ja, dat is het vervelende wel van met humor werken. Want ik maak veel humorstrips, dan van die korte gagstrips. Ja. En een grapje erin. Dat er wel een grapje moet zijn die je wil vertellen. Het is heel lastig om te gaan zitten en een grap te gaan verzinnen. Ja, precies. Dat moet aankomen waar je... Dus dan ben je toch wel heel erg afhankelijk van zo'n impuls. Oké, maar en nu komen we even op een moment waar ik ook al over heb nagedacht. We slaan nu even het stuk over, maar misschien komen we daar even straks nog op terug. Dus wat je nu zegt, is dat jij zegt... Een grapje, dat is een soort van ingeving. En die kan op elk moment binnenkomen en dan ga je ermee aan de slag. Zo zie je dat. Dus je bent niet van, ik ga ervoor zitten en ik ga kijken wat voor grapje ik kan verzinnen. Het zijn echt ingevingen bij jou. Ja, de beste grappen zijn wel ingevingen. Ik kan wel gaan zitten en een grapje verzinnen, maar die zijn nooit zo goed als dat het gewoon vanzelf binnenkwam. Soms dan is er wel een thema, bijvoorbeeld nu met corona, dat is een ontzettend dankbaar thema om grapjes over te maken, want iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ja. En het is gewoon een hele gekke situatie. Ja. Waar gewoon hele rare situaties zich ook nog binnen voordoen. Ja. Dus daar zit, dat is wel een heel dankbaar thema. Maar ja, dan moet er dus in één keer een grap of een twist komen die lastig is om die te verzinnen. Want juist omdat zo'n twist een twist is, een twist is een twist, omdat je hem niet hebt kunnen verzinnen. Omdat hij uit het niets komt. Ja. Ja, dat verrassingseffect. Dus daarom, het is lastig als je een verrassing moet verzinnen. Dat is waar het op neerkomt. Ja, precies. Nee, ik heb er wel eens over nagedacht van, als je gaat zitten en je gaat creatief werk maken of een grap verzinnen, dan moet je eerst door een hele bult clichés heen, zeg maar. Voordat je überhaupt iets kan komen. En door een ingeving, dan is het een soort van hersenkronkel of komen bepaalde dingen samen in je hoofd. En dan kan het ineens komen. Maar het lijkt me heel lastig om daar afhankelijk van te moeten zijn, zeg maar, van die ingevingen. Ja, precies. En daarom ben ik ook heel blij dat ik niet alleen maar zelf hoef te verzinnen en zelf
autonoom strips hoef te maken. Omdat ja, dat inderdaad kan heel frustrerend zijn. Ik heb wel eens op een dag, dan heb ik een vrije dag. En dan denk ik van, nou, dan ga ik vandaag ga ik even een autonome strip maken. Want dan het album moet op een gegeven moment ook weer een keertje komen. En dan ga ik zitten en dan komt het gewoon niet. Nee. Het is heel frustrerend. Dat ja, is, precies. Ja. Maar wat doe je dan? Ga je bijvoorbeeld douchen of een rondje wandelen? Ja, meestal laat ik het gewoon voor wat het is. Soms dan blijf ik ook zitten en dan blijf ik worstelen en tot er uiteindelijk een grapje uitkomt. Maar het probleem is dat die dan vaak vrij matig zijn. Dus je gaat het niet proberen op te zoeken of te proberen te activeren, zeg maar. Van kijken of ik het... Het ligt er een beetje aan. Het ligt er ook aan hoe ver die grap al, hoe ver de grap al ontwikkeld is. Kijk, als er helemaal geen aanleiding is en ik heb geen thema om mee te doen, dergelijks. En ik moet dan gaan zitten en dat nog allemaal gaan verzinnen. Ja, dan begin ik er maar niet aan. Maar goed, als er een thema is en er is een beetje een situatie wat gaande is. Dan kan ik wel gaan een beetje kijken, een beetje googlen, een beetje associëren. En kijken of er dan iets van een grap uitkomt. Maar het is een heel... Dat proces van het vinden van zo'n grap. Als ik dat op een gegeven moment een keertje heb uitgevonden van hoe dat werkt. Ja, dan kan ik stoppen met werken, denk ik. Het is ook niet vast te grijpen, hè? Het is zoiets geks, kan me voorstellen. Ja, ja. Dat, ja. Maar je zegt van, je hebt soms wel bepaalde thema's. Dus dan heb je wel een idee in je hoofd van, ik zou daar wat mee willen. Maar ja, wat, nog weet je nog niet. Precies. Ja, en dan kan dus dat verschilt heel erg. Soms dan is het een grap, zit al gewoon helemaal klaar in je hoofd. Dus dan weet ik gewoon direct van, dit plaatje ga ik tekenen, dan komt dit plaatje, dan komt dit plaatje. Ja. Soms dan is er gewoon een situatie. Ik bedoel, ik maak bijvoorbeeld die kutbeesten strips over dieren. Dan kies ik een dier. Dan is dat het thema. En dan ga ik uitzoeken, onderzoek doen en dan zoeken waar de rare dingen zitten. Ja. Dus dat beest, dat is een soort van, nou, dat is een thema of inspiratiebron. En dan gaat je hoofd werken. Dus dan gaat je hoofd, de boel overnemen als het ware. Ja. Hey, maar nu hebben we dus eigenlijk aan de ene kant heb je dus de ideeënkant, waar we het dus nu over hebben, de grapjes. Maar de andere kant, eigenlijk heb je al vaak twee kanten. Je hebt de ideeënkant en je hebt de uitvoering, of het ambacht, het tekenen. Ja. En op allebei de vlakken moet je je natuurlijk ook ontwikkelen als... Nu is dat tekenkant een stuk, hoe heet dat? Ja, is een stuk makkelijker, of nee, is niet makkelijker, maar is concreter, zeg maar. Ja, klopt. Hoe heeft dat zich ontwikkeld in de jaren op de academie? Dat je, ben je in het begin, ja, je bent een soort van, ja, je bent nog niks, dus je moet echt een beetje proberen. En hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat je je eigen stijl, dat je je eigen ding vond, je eigen draai vond? Ja, ja, dat vind ik wel lastig. Als ik werk bekijk wat ik gemaakt heb aan het begin van de kunstacademie, dan zit ik ook echt te kijken van dat ze me überhaupt hebben toegelaten is wel echt een wonder, hoor. Ik weet niet wat zij zagen, maar... Ja, is dat echt, ja? Er zit echt een hele talent in jou op tekengebied. Jawel, maar dat is wel een talent wat ik echt tijdens de academie heb ontwikkeld en nog niet zo ervoor. Ik was 17 toen ik begon met de academie. Dus ik was echt super jong, ja. Ja, dus dan moet je, als ik nu ook terugkijk, dan denk ik ook van ja, dat is überhaupt gewoon heel jong om iemand te kunnen beoordelen op wat hij kan. Ja, ja, ja. Ik heb me zo ontzettend moeten ontplooien tijdens die kunstacademie en ook heel erg daarna, hoor. Ik denk dat ik na de kunstacademie nog wel een betere tekenaar ben geworden dan op de kunstacademie. Mm-hmm. Omdat ik na de kunstacademie gewoon heel veel opdrachten heb gedaan en gewoon heel veel tekenuren heb gemaakt. Ja, precies. Heel veel uren maken. Heel veel ervaring opdoen. Ja. Maar op de kunstacademie kwam vooral het kijken naar ontwerp. Dus tot de conclusie komen van dat überhaupt alles ontworpen is. Dat is voor mij een hele grote eye-opener geweest. Van alles is ontworpen om je heen. Alles wat je ziet is ontworpen. Daar is over nagedacht. Dat was voor mij zo'n mind-blown moment. Ja. Dus, en waarom was dat zo'n mind-blown moment? Dat je dacht... Van wow, what the fuck. Alles is gewoon bedacht of ontworpen. Ja, ja, nou, daar had ik nog nooit bij stilgestaan op die manier. Nee. Bij kunst. Ja, ik dacht kunst, dat zijn inderdaad schilderijen die mensen gemaakt hebben. Maar verder dan dat kon ik dat nog niet echt plaatsen. Dingen zoals grafisch ontwerp, illustratief ontwerp en productontwerp. Ik wist daar überhaupt niks van. Dus toen in één keer kwam ik tot de conclusie van alles is ontworpen...
op een bepaalde manier met een bepaalde bedoeling daarachter. Dat was voor mij wel echt een mind-blowing moment, wat ook gewoon heel erg geholpen heeft in mijn tekenwerk. Hoe heeft je dat geholpen in tekenwerk? Je gaat meer zoeken, denk ik, meer kijken naar de functie van de dingen die je tekent. Waarom teken je dingen op bepaalde manier? Wat communiceert dat? En dat soort zaken. Dus je gaat heel erg je eigen werk daardoor analyseren. En daarvoor was het gewoon altijd heel erg geweest van dat ik gewoon ging tekenen. En dat het eruit kwam. Zonder dat je wist waarom dat zo was. Waarom je dingen zo hebt getekend. Ja, dus je ging op zoek naar een reden waarom je bepaalde dingen wou tekenen of bepaalde dingen deed. Precies, en hoe de reden waarom je dingen tekent zoals je ze tekent. Mm-hmm. Ja, precies. Maar omdat je om je heen zag, van, ja, maar wacht eens even, als alles ontworpen is, dus alles is over nagedacht. Ja, precies. Ja. En dat is niet iets waar iedereen altijd bij stilstaat, denk ik. Je bent in 2011 volgens mij, toen op de academie, ben je al begonnen met je webstrips? Ja. Ja. Toen had je al een soort van idee van welke richting je op wou, of was het gewoon, ik probeer wat? Nou ja, goed, tijdens de academie merkte ik ook steeds meer van het grapjes vertellen door middel van plaatjes. Dat is wel echt mijn ding. Dus toen wou ik daar gewoon beter in worden, want ik haalde er ook heel erg veel plezier van uit. De reacties erop waren leuk. Ik werd er steeds beter in. Dus toen kwam voor mij het moment van, ja, ik wil dit gewoon zorgen dat ik hier heel goed in word. En de beste manier om ergens heel goed in te worden is het door gewoon dagelijks te doen. Ja. Gewoon veel uren maken. Ook gewoon dagelijks ben je toen gaan doen. Ja, ik heb het in het begin heb ik het echt dagelijks, in ieder geval geprobeerd dagelijks te doen. En dat was wel leuk, want toen kon ik ook gewoon een heleboel experimenteren qua kleuren en ook qua stijl. Schiet je dan vooruit als je het dagelijks doet. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Je forceert jezelf om elke dag zo'n strip te leveren, dan moet je dus elke dag weer wat verzinnen. En dan moet je dus elke dag gaan tekenen. Ja, en daardoor precies. Kan je dus heel erg vooruit. Maar dat waren toch waren dat van die strips met drie plaatjes? En dan, echt van die korte. Dus drie plaatjes met een grapje erin. Ja, en omdat ik ze dagelijks maakte, waren er dus ook een heleboel heel, heel matig. Maar dat druk je er dan wel gewoon uit. Dat is wel zo. Ja. Maar dat maakt ook niet zoveel uit, toch? Dat heb je gewoon nodig. Doet niet zo. Nee. Je kan niet alleen maar goede dingen maken, natuurlijk. Nee. Maar dat is wel een probleem waar ik dan nu tegenaan loop. Want af en toe dan, ik doe het al lang niet meer dagelijks. Ik probeer wekelijks nu een lollig stripje te maken. Maar vaak lukt dat ook niet. Omdat ik die lat voor mezelf nu ook wel hoog heb gelegd. Van als ik nu een stripje maak, dan moet die ook wel echt goed zijn. Ja, en dan ben je natuurlijk jezelf je eigen grootste vijand geworden. Nou, inderdaad. Dan moet je wel mee oppassen, of niet? Ja. Is dat nou iets wat je ook belemmert? Dat je dus dan echt helemaal niks meer gaat maken? Of valt dat mee? Niet niks, gelukkig. Maar ik vind het nu wel heel lastig om te gaan zitten en een grapje te bedenken. Omdat ik nu weet van, als ik een grapje ga bedenken, is die waarschijnlijk niet zo goed. Dus wat is dan de point als ik gewoon echt een goede grappige strip wil maken. Ja. Dus dat. Er is gelukkig zijn er nog vaak genoeg momenten dat ik een grappig ideetje heb en die dan ook wil uitwerken. Dus die creatiedrift, om maar bij die titel te zijn, die is er gelukkig wat dat betreft wel. Ja. Maar ik het wel een stuk minder frequent dan ik deed. Ja, nee, inderdaad. Maar het is niet zo. Ja, het is niet zo dat je denkt van, oké, ik heb nu een matig grapje. Ik ga hem toch proberen, want misschien zit er nog wat in. Ben je nu op zo'n punt dat je denkt van, nee, maar dit is niet Jan Willem waardig. Dit is niet Wimpy Comics waardig, zeg maar. Precies. Kijk, weet je, als ik het voor een opdrachtgever zou moeten doen of voor een krant, dan zou ik het wel gewoon een matig grapje kunnen aanleveren. Omdat ik dan zoiets heb van, hey, dit is niet voor mezelf. Dit is voor een opdrachtgever, dus dan maakt het niet zoveel uit. Maar juist omdat ik het voor mezelf maak, juist omdat ik het maximale eruit wil halen, ja, blokkeer je jezelf dan. Ja. Oké, daar moet je wel mee oppassen, of niet? Het is, ja. Ja. Want je kan ook op zo'n punt komen dat je op een gegeven moment helemaal niks meer maakt, want elke keer, dat heb ik zelf gehad, dat je dan op zo'n punt komt dat je denkt, het volgende wat ik moet maken moet echt goed zijn. Maar ja. Dat is,
Dat is gewoon, dat werkt gewoon totaal niet. Nee, maar je bent nog niet op zo'n punt, zeg maar nu. Nee, en ik merk ook wel dat het heel erg in pieken en dalen gaat. Als je dan iets goeds hebt gemaakt, dan is het ook makkelijker om daarna weer wat, ook weer wat te maken. Maar daarna is er ook wel weer de kans dat het weer in gaat zakken en dat je dan toch weer die moeite voelt van, oh, nou, ik moet wel weer zorgen dat ik weer iets goeds maak. Maar ja. Als je dan iets goeds hebt gemaakt, zit je dan met in je hoofd van, oké, het volgende wat ik maak moet minstens zo goed zijn? Ja. Ja? Dat heb je wel. Ja, zeker. Je kunt het niet loszien van, oké, ik ben benieuwd wat ik nu ga maken. En nou ja, wie weet wat dat wordt, zeg maar. Maar nee, je meet het de hele tijd met wat je daarvoor hebt gedaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus dat aan de ene kant zorgt dat het natuurlijk dan wel voor dat je altijd zorgt het maximale wil halen. Dus dat is wel goed, maar aan de andere kant werkt het inderdaad ook wel eens verlammend. Ja, nee, precies. Het heeft echt twee kanten, ja. Ja. Het kan, maar goed, dat geldt gelukkig alleen voor mijn vrije werk. En daarom ben ik ook zo blij dat ik veel opdrachtwerk ook doe. Ja, dat ik daar voel ik die druk niet. Daar is het iedere keer een andere opdrachtgever. Dus je begint vanaf nul en je kijkt van wat je eruit uit kan halen, wat je kan communiceren. En dat helpt wel heel erg. En de voldoening die ik daar uithaal, kan ik dan vervolgens wel weer meenemen om zelf weer wat te maken. Ja, dus de balans tussen eigen werk en werk en opdracht, dat is voor jou gewoon heel belangrijk. Dat is gewoon... Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. En het lesgeven daarin ook. Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat komt dan nog als derde. Ja, als derde ding. Je hebt... je eigen stripalbum uitgebracht, recht uit de ondergrond. Ik heb heet de neiging om een underground te zeggen, maar... Ja. Het is inderdaad vanuit het Engels, hè? Dus ja, daar komt het al vandaan. Ja, nee, zeker. Maar dat was je eerste stripboek. En dat was een overzicht van alles wat je in de jaren daarvoor hebt gedaan. Zag ik dat goed? Ja, zo'n beetje wel. Ja, ja. Ik heb nog een aantal strips heb ik nog hertekend. Oké. Waarvan ik dacht van... hoe het hiervoor getekend was, daar kan ik niet meer leven als dat in een stripboek komt. Dus die hertekening nog wel, de grap werkt nog, dus ik herteken hem gewoon even opnieuw. Ja. Maar verder inderdaad, ja, wat ik de afgelopen jaren ervoor gemaakt had. Ja. Ja. Och jeetje. En was dat iets waarvan je dacht, dat wil ik echt heel graag, zo'n stripboek? Of, ja, zeker. Echt eigen werk maken? Ja? Ja, nou, het is vooral, het is... Ik maak dat niet zo heel vaak meer mee, dat je fysiek uiteindelijk je product... Ah. In handen hebt. Het blijft altijd op een scherm. En dat gebeurt gewoon ontzettend veel. En zeker nu natuurlijk. In het digitale tijdperk. Dus als je dan in één keer alles bij elkaar hebt. En je hebt het vast als een boek. Als een fysiek product. Dat vind ik gewoon een heel bijzonder moment. En dat blijft ook een bijzonder moment. Iedere keer is dat erg leuk. Ja. Dan heb je echt je werk vast, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, jij tekent ook niet met pen en papier meer. Of met je doet alles op de computer volgens mij, of niet? Ja, precies. Ik ben wel begonnen met gewoon pen en inkt. En op een gegeven moment ook met penseeltje heb ik ook nog getekend. Maar op een gegeven moment ben ik tijdens mijn stage, dus dat is in het derde of vierde jaar, ben ik bij Studio Moves gaan werken. Zij zitten ook achter Dirk Jan voor een gedeelte. Oh, oké, ja. Een tekenwerk van Dirk-Jan. Mm-hmm. En zij tekende alles digitaal. Dus van mij werd ook geacht dat ik digitaal ging werken. Ah, ja. En daarvoor had ik er altijd een beetje een aversie tegen. Omdat het allemaal er een beetje... Ja, in ieder geval wat ik gezien had van digitale kunst was het wel heel erg slik. En was er ook wel heel erg geprobeerd in veel digitaal werk om een fysiek aspect aan aan het schilderij of zo te geven. Dus dat er met speciale brushes wordt geprobeerd om er een waterverftekening van te maken. Dat ik zoiets had van, ja, wat is de point? Doe het, maak dan gewoon een waterverf. Ja, precies. Dus dat was mijn beeld er een beetje bij. Maar goed, daar werd van mij geacht om wel gewoon te gaan tekenen digitaal. En dat was voor mij wel echt een eye-opener van, wauw, dit is wel echt... Ik snap nu waarom iedereen in het veld digitaal tekent. Want het is zoveel... makkelijker en ook met aanpassingen kunnen maken en dat soort zaken. Ja. Dus, ja. Het gaat gewoon veel sneller. Je kan veel sneller dingen leveren, kan me zo voorstellen. Nou ja, of het sneller gaat, dat weet ik niet. Omdat ik ben heel erg geneigd om iedere lijn die ik dan zet, 5 keer opnieuw te zetten. Omdat ik, nee, hij moet nog een beetje meer. Nee, nog een beetje meer zo. Nee, net een beetje dikker, net een beetje dunner.
Dus het gaat er niet te snel van. Nee, ik zag dat. Ik had dat video gekeken van die jij onlangs hebt gedaan, dat je live ging tekenen. Ja. Yeah. En dan zag ik dat ook de hele tijd, dat je dan één lijn, nee, toch weer niet. En nog een keer, en nog een keer. En dan moet die net goed zijn. Ja, ja. Het resultaat wordt er sowieso beter van, maar het is niet sneller, nee. je kan ook door blijven gaan natuurlijk, omdat je heel makkelijk dingen kan wisselen. Je kan kleuren makkelijk wisselen en alles natuurlijk. Dat is misschien een valkuil. Op papier, dan staat het op een gegeven moment en dan is het wat het is. Ja, precies. Hey, dat eerste stripboek van jou, Recht uit de Ondergrond, wat heeft dat jou gebracht, zeg maar? Wat heeft het jou, zeg maar, neergezet van, oké, nu ben je echt een naam in de stripwereld? Nee, ik denk het niet. Nee, dat heeft wat dat betreft niet zo heel veel gedaan. Het is altijd leuk als je als tekenaar een boek hebt. Mm-hmm. Richting opdrachtgevers is dat altijd toch een soort prestige dingetje of zo. Maar verder binnen de stripwereld heeft het niet zoveel gedaan. Het is ook helemaal niet zo best verkocht of zoiets dergelijks. Want het maken van webcomics, dus de strips die ik maak op Facebook en op Instagram, dat is best wel binnen de stripwereld gewoon een gangbaar format. Ja, ja. Dus de meeste mensen kennen mij gewoon via die webcomic. Ja, of er dan een fysiek boek van was, dat maakt er niet zo heel veel uit. Nee, dat zijn de kanalen waarmee je mensen bereikt, zeg maar. Ja. Precies. Ja, veel minder via de... Maar het is wel je hebt wel een product van als je dan naar opdrachtgevers vraagt van kijk, dit maak ik. Of dat je hebt gewoon een tastbaar product wat je kan laten zien. Dat is wel heel lekker natuurlijk. Precies, ja. Dat is wel heel erg leuk. Ja, nou goed. En het gaf mij gewoon heel erg de ervaring van hoe het is om zo'n boek te hebben. En om signeersessies te doen. En ermee naar beurzen te gaan. En een boekpresentatie te doen. Dat soort zaken. Dat was wel heel erg leuk. En ook tegelijkertijd het doorprikken van zo'n bubbel van wat het nou eigenlijk inhoudt om zo'n boek te hebben. Dat het gewoon niet zo heel veel voorstelt. Dat je er helemaal niks aan verdient. Dus dat het vooral is leuk om een boek te hebben, maar dat je er eigenlijk verder niet zo heel veel mee opschiet. Dus dat je het puur moet doen uit liefde, omdat je het leuk vindt om een boek te maken. Ja, dus die prestige die je denkt dat aan zo'n boek hangt, als je dan een boek hebt gebracht of uit hebt gebracht, dan ben je ergens. Ja, je komt dat er dan achter. Ja, precies. Ja. Je komt er dan achter. Het gaat gewoon om het maken. Dat is de lol die eraan hebt. Ja, precies. Laten we het over het volgende boek hebben. Hij staat achter je. Nee, hij staat niet achter je. Hangt een poster achter je. Ja, ook. Ik heb er nog wel een paar in de boekenkast staan, want niemand koopt. Hè, dus. Nou ja, bij deze, hè. Als mensen luisteren, dan... Jan Willem heeft nog genoeg liggen. Dus, koop een boek, alsjeblieft. Koop een boek. Helpt Jan Willem de corona door? Nee, kutbeesten. Ik vind het hilarisch. Het viel me meteen al op, want je bent toen... dat is ook als webcomic begonnen, toch? Je bent tekeningen gaan maken over dieren. Ja. Hoe is dat begonnen? Hoe? Nou, ik had... er staan ook al een aantal van die strips... staan ook al in Recht uit de Ondergrond. In mijn eerste boek dus. Mm-hmm. Ik maakte die gewoon tussendoor. Dus ik maakte af en toe maakte ik gewoon zo'n drie plaatjes grapjesstrip, zeg maar. En dan maakte ik weer af en toe zo'n dierenstrip tussendoor. En de reactie op die strips, die waren veruit het beste. Mensen vonden die dierenstrips veruit het leukste. Dus toen kwam ik tot de conclusie van, misschien moet ik gewoon daar een apart boek van gaan maken. Ja. En toen ging het een beetje leven. En toen vond ik er ook wel een beetje een stijl in en een vertelmanier. En toen werd het een eigen ding op zich. Ja. Ja. Nee, het principe of het concept is eigenlijk, je neemt een bepaald dier en dan ga je ermee aan de haal. Kan ik het zo zeggen? Ja, ik probeer het zo ontzettend hard mogelijk af te zeiken. Dat is, ik heb hier even een klein stukje voor me. Uit de strip van jou. De das, een kledingstuk voor korfsballen, een Duits lidwoord en een opgekalevatende mol. Welke das je ook bedoelt, ze zijn allemaal kut. Dat is ongeveer wel wat het boek inhoudt, of niet? Ja, en het is ook altijd, in die strips probeer ik ook altijd zo hard mogelijk te zijn qua taal. Dat is jouw sport. Zonder dat ik, dus gewoon zo hard mogelijk en zo dom mogelijk. Dus het is ook geschreven
Althans, dat is mijn bedoeling in ieder geval, vanuit een soort verteller die helemaal niks met natuur heeft en er een grote aversie tegen heeft. En ook niet zo heel slim is. En dan tegenover zo'n dier komt te staan en het zo hard mogelijk afzijt. Ja, precies. Ja. Maar is die verteller, ben jij dat? Heb jij geen rekening met de natuur? Of? Nee, ja. Nee, het is lastig. In principe niet. Ik ben gek op dieren. Ik ben gek op de natuur. En ik vind het juist alleen maar leuk om zoveel onderzoek. Dus ik denk dat dat boek is meer vanuit een soort alter ego geschreven. Die helemaal niks met de natuur heeft. Net als, weet je, dat boek is gewoon zo ontzettend grof en over de top. Dat is helemaal niet hoe ik normaal gesproken over de dingen denk. Dus ik moet om zo'n strip te maken, moet ik ook wel in een bepaalde mindset komen. Om mezelf een beetje daarin te komen. In een soort rare woede, haat richting dat dier. Ja. Ja, maar je moet wel goede research doen. Dus je hebt wel een bepaalde interesse of fascinatie voor die dieren dan. Zeker, dan. Ja. Ik ben gek op de natuur qua dieren en überhaupt gek op natuurdocumentaires. Dus veel van die dieren die komen ook uit documentaires. Dan heb ik weer zo'n dier gezien van, oh, dit is echt super geniaal, wat een raar beest. En dan ga ik daar vervolgens een strip over maken. Dus ja, dan probeer ik zoveel mogelijk research te doen. Van hoe meer je over zo'n dier weet, hoe meer je ook kan gebruiken natuurlijk. Om tegen hem te gebruiken. Is het nou ook om mensen een andere kijk van natuur te laten geven? Of zit er ook nog een boodschap in? Of is dat niet... In die strips probeer ik door de dingen die ik zeg, probeer ik zeg maar om te draaien van wat ik er daadwerkelijk over denk. Ik weet niet of dat helemaal overkomt van wat ik probeer te zeggen. Het is het tegenovergestelde van hoe je normaal denkt of hoe je normaal... Ja, en door de toon waarop ik het zeg, hoop ik dat het duidelijk is dat ik precies het tegenovergestelde bedoel van wat ik zeg in die strips. Dus wat dat betreft... zitten eigenlijk alleen maar bewonderingen in die dierenstrips. Ja, nee. Voor die dieren. Ja, het is keihard sarcasme eigenlijk, of niet? Ja. Maar mensen, ik voelde dat ook wel. Ik had dat vermoeden ook wel, maar ik dacht, ik wil het je toch even vragen. Van, ja. Je voelt wel van, nee, hij denkt gewoon tegenovergestelde. Maar dat is dus ook zo. Ja, zeker. En ik probeer ook altijd wel iets in de strips te stoppen van dat een bepaald dier bedreigd wordt of zoiets dergelijks. Dus er zit misschien op een bepaalde manier ook wel een beetje een moralistische boodschap in als je omdraait van wat er staat. Ja, precies, toch wel. Toch wel. Ja. Tof. Laten we het nu even hebben over werk en opdracht. Want ik zag dat jij werk hebt gemaakt voor de Grote Markt, voor het Forum. Ja. Daar heb jij een van die banieren eigenlijk, of van die hele grote, wat zijn doeken die op hekken staan? Ja, het waren kunststofplaten waren het. Ik dacht in eerste instantie ook dat het doeken zouden zijn, maar het waren grote kunststofplaten waar het op gedrukt is. Ja. En daar heb jij een strip opgetekend, dat heb je natuurlijk niet rechtstreeks opgetekend, maar je snapt wat ik bedoel, over het Groningen Forum. Hoe ben jij aan zo'n opdracht gekomen? Hoe gaat zoiets? Nou, bij de meeste opdrachten is het natuurlijk, dan weet jij ook, word je ervoor gevraagd. Mm-hmm. Ik ben hier niet voor gevraagd. Ik heb mezelf heel erg doorlopen drammen. Dus je had het zelf bedacht van, ik wil zoiets doen? Nou, er waren al eerder van dat soort strips waren er op verschenen. Er was er al eentje ook al geplaatst van Sam Peters, docent ook aan Artes, ook een stripmaker. Die had er ook al een strip op gezet en toen zag ik dat in... Dat is zo gaaf, weet je. Dat formaat is fantastisch. De locatie is geweldig. Super cool. Super. Dat moet ik doen. Dus toen ben ik de mensen die daar achter zitten van het CBK Groningen, ben ik gewoon gaan mailen. En nog een keer gaan mailen. En nog een keer gaan mailen. Net zolang tot ze er niet meer omheen konden. En toen zijn we gaan zitten. En toen heb ik zo'n strip daarvoor mogen maken voor de Grote Markt. Maar Sam had ook al op dezelfde locatie een strip gemaakt. Ja. Ja. Oké, dus jij wist van, ze doen dat. Ja. Maar dat zit dus wel in jou, dat je denkt van, hey, wacht eens even, dat is echt super vet, ik wil dat doen, dus dan ga ik het ook gewoon doen. Ja, als dat mogelijk is, dan wil ik dat inderdaad wel proberen, zeker. Ja. En dan lukt het dus ook nog, ondanks het drammen, maar... Soms lukt dat, en als dat dan lukt, dan is dat natuurlijk super gaaf.
Zeker, zeker. Super gaaf. Doe je dat vaker op deze manier opdracht te komen? Dat je iets ziet waarvan je denkt, hé, maar dat wil ik doen? Op het moment niet zo heel veel meer, omdat ik het op het moment heb ik het gewoon druk. Heb ik gewoon veel opdrachten, dus dan hoeft dat niet zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik het in de toekomst wel weer ga doen. Er zijn nog steeds wel een heleboel dingen waarvan ik denk van, oh, dat wil ik ook nog wel een keertje doen. Of wil ik aan meewerken of zoiets dergelijks. Dus dat gaat op een gegeven moment gaat dat wel weer gebeuren. Ja, precies. Ja, maar goed, er is altijd wel een durf voor nodig die ik niet altijd heb. Ja, is het zo? Heb je die van nature niet, zeg maar, dat je zoiets snel zou doen? Nee, omdat ik toch wel dan voor mezelf, ik ben hier helemaal niet goed genoeg voor. Of ik maak helemaal geen kans. En weet je, de klap van afwijzing is ook toch iedere keer vervelend. Ja. Ik bedoel, het went wel, maar het is toch het doet nog wel iedere keer een beetje zeer. En je hebt ook al, dat heb ik vooral het gevoel van, als je het een keertje geprobeerd hebt, dan is het ook daarna lastiger om het gewoon nog een keer bij die partij te proberen. Dus als je het dan probeert bij zo'n partij voor wie je graag zoiets wil maken, wil je ook wel dat het in één keer lukt en dat ze het ook willen. Want anders dan is die kans gewoon verspeeld. Nee, zeker. Ja, dus dat is altijd een beetje de afweging. Ja, ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het ook wel, als je het wel doet, dat het wel jou onderscheidt ook van andere striptekenaars. In de zin van, ja, je moet jezelf op een of andere manier laten zien. Ja. En heel veel zullen misschien op een zolderkamertje strips maken. En dat is ook prima. Dat is natuurlijk waarvoor ze het doen. Mm-hmm. Maar jij denkt op zo'n moment wel van, nee, maar dat wil ik echt doen. Dus dan stap je er wel op af. Je doet het wel. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, en het ligt er ook gewoon ook heel erg aan voor wie je de strips wil maken. Weet je kan inderdaad op je zolderkamertje strips gaan tekenen en steeds hetzelfde publiek bedienen met je strips. Ja. Maar dat vind ik niet interessant. Ik vind het veel leuker om te kijken van hoeveel mensen kan ik bedienen met die strips? Hoeveel verschillende doelgroepen kan ik bereiken met die strips? Voor hoeveel verschillende mensen kan ik dat maken? Dus daar ben je wel echt bewust mee bezig. Niet alleen van, ik ga nu een leuk stripje maken, maar hoe kan ik veel mensen bereiken? Ja, precies. Ja. En niet voor eigen gain. Niet omdat ik zoiets heb van, ik wil dat zoveel mogelijk mijn strips zien. Maar meer vanuit een oogpunt van, misschien zijn er wel mensen die niet wisten dat dit bestond. En is het in één keer heel erg leuk dat zoiets bestaat voor die mensen. Dat het leuk is voor die mensen, zeg maar. Dat. Ja, ja. Dat. Dus hier zit het dienstbare erin dat je het leuk wil maken voor die mensen of wat plezier wil bieden, of niet? Dat is überhaupt waarom ik die grapjes strip maak. Kijk, de grapjes die ik zelf verzin, die vind ik al lang niet leuk meer, omdat ik überhaupt niet zo goed meer weet of het überhaupt grappig is of niet. Ja. Dus wat dat betreft maak ik die strips wel altijd voor anderen. Dat is de bedoeling, iemand anders laten lachen met een grapje. Ja, ja. Nou, maar je weet toch zelf wel wanneer iets grappig is, of niet? Op een gegeven moment niet meer. Nee. Eerst is er nog wel een idee van, dit zou wel eens grappig kunnen zijn. Maar goed, dan ga je er mee aan de slag. En dan ga je het proberen om te zetten naar iets visueels. En te zorgen dat je dus visueel dat grapje kan vertellen. En dan wordt het zo'n technisch ding. Dat je erg bent kijken van, als ik dit elementje toevoeg, werkt de grap dan nog wel? Ja, op een gegeven moment sta je zelf dan helemaal dood. Dus als ik uiteindelijk dan het stripje aanlever aan een klant, of zelf op Instagram of op Facebook plaats, dan heb ik geen idee meer of het nog wel grappig is. Maar test je het ook dan met mensen? Met vrienden of met je vriendin? Of even van, is dit leuk of niet? Ik vraag het nog wel eens aan mijn vriendin om inderdaad even te kijken van, werkt dit? Ja. Dus dat helpt. En dan hoop ik gewoon heel erg dat ze niet lief wil zijn. En gewoon daadwerkelijk kan zeggen van, nee, is niet grappig. Opnieuw. Ja. Maar verder is het dus, zodra ik het online zet, is dat ook moment ook het testmoment van, werkt het of werkt het niet? Dus dat is best wel spannend ook op een bepaalde manier. Ja, dat is elke keer weer van, werkt dit of werkt het niet? Ja, precies. En dat is, als het dan werkt en het mensen vinden daadwerkelijk grappig, dat is waar ik het voor doe. Dat is dat je, dan krijg je heel veel voldoening dat je denkt, ja. Juist, ja. En dat geeft dan weer die drive van, ik kan er wel weer eentje gaan maken. Maar goed, als een grapje dus niet zo goed werkt, dan stort zo'n drive ook wel een beetje in van, ja, zie je wel, ik wist al van dat het niet zo goed was. En ja. Ja, is dat een soort van struggle waar je wel vaker mee zit? Ja. Ja, dat is ook de reden waarom ik niet zo heel veel meer maak. Als ik iets maak, moet ik gewoon weten van, dit is goed, dit is grappig. Ja,
Maar dat beslis je dus zelf. Dus dan denk je, je moet jezelf het gevoel hebben van dit werkt of niet. Ja, precies. Ja, je moet voor jezelf objectief kunnen stellen dat iets grappig is. Dat is lastig. Ja. Dat is heel lastig. Nee, maar als creatief zijnde heb je ook soms een soort van klankbord nodig. Ja. Dus je hebt mensen nodig die even naar je werk kijken of dat je er even over kan sparren. Maar als je altijd je eigen strips doet, dan het is altijd een soort van, ja, zit ik nu in mijn eigen bubbel? Als ik het zo zeg en je denkt het zit anders, dan moet je het zeggen hoor. Maar zit ik in mijn eigen bubbel en klopt het wel of zit ik er volledig na, zeg maar? Ja, precies. Precies. Ja, dat is wel heel erg waar. En daarom is inderdaad zo'n klankbord en is social media zo'n fantastisch medium om als maker ook goed om te worden. Omdat je gewoon constant een klankbord hebt. Je hebt constant reacties. Vanwege die anonimiteit van online heb je soms ook gewoon van die reacties waar je helemaal kapot gaat van binnen. Maar daardoor heb je wel altijd gewoon goede kritiek op je werk. Behalve dat je kritiek hebt vanuit zeg maar, de kunstzinnige hoek, heb je dus ook gewoon kritiek voor de mensen voor wie je daadwerkelijk maakt. En dat is wel heel waardevol. Ja. Dat je dus echt kan zien van dit werkt, dit vindt, dit is duidelijk, dit komt goed over. Ja. Dus dat is wel heel waardevol. Kijk jij dan puur naar de aantal likes of de aantal berichten die mensen plaatsen, wat je denkt dit werkt? Of hoe merk je dat? Ja, nee, goed, je hebt natuurlijk ook te maken met algoritmes en dat soort zaken. Dus likes is een maatstaaf, maar zegt ook niet alles. Maar goed. Het gevaar is natuurlijk dat je een strip erop zet en dat je na een half uur denkt, jeetje mina, ik heb nog steeds maar 10 likes. Ja. Nou ja, dat je dan gaat denken, ja, dit was kut. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Er zitten nog heel veel andere factoren in die dat ook bepalen. Precies. Ja, dus ik probeer dat ook gewoon heel erg los te laten, hoor. Maar weet je, zo'n like is toch een stukje waardering en een stukje van een stukje feedback. Ja, zo dus, zie je dat wel. Ja, het is wel belangrijk. Ja, ja, zeker. Dus, maar goed, probeer dat ook inderdaad een beetje los te laten van zoveel zegt het niet. En als het een keertje niet zo goed is, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. Maar goed, ja. Eén ding is het denken, het andere is het doen natuurlijk. Hè? Ja, nee, zeker, zeker. Maar je ziet de social media wel als een soort van speeltuin wel. Je zet de dingen op en je kan het een beetje testen. Zeker. Als je boek maakt, dan is dat natuurlijk ook anders. Dat is het voordeel weer van social media. Ja, precies. Nee, goed, het is inderdaad heel erg een speeltuin. Ik kan alles opzetten van wat ik wil en om te proberen van wat werkt en dat soort zaken. En dat de ervaringen die ik daaruit opdoe, die kan ik dan weer ook weer meenemen in daadwerkelijk werk voor klanten. Ja. Om te kijken van werkt een bepaalde beeldaspect of werkt een bepaalde vorm van humor. Ja, dus dat is wel leuk, zeker. Ja, een mooie manier om dingen te testen, zeg maar. Ja. We hadden het zo straks over dingen die je misschien nog zou willen doen. Wat zijn dingen of projecten die je in je hoofd hebt waar je van je zegt, dat zou ik echt nog een keer willen doen? Nou, ik zou heel graag wat werk willen doen voor de animatiewereld. Want ook op de academie altijd heeft animatie mij heel erg aangesproken. Omdat het eigenlijk is het de volgende stap. Want je hebt in één keer beweging er ook nog bij. En je hebt geluid heb je er ook in één keer nog bij. En dat zijn natuurlijk fantastische middelen voor humor, vooral, om nog beter te zijn. Ja. Dus animatie heeft altijd wel heel erg geprikkeld om daar nog wat verder mee te gaan. Dus ofwel werken voor een animatiestudio en daar storyboard werk doen of karakterontwerp, zoiets dergelijks. Of misschien zelf nog een keer met een concept komen waar vervolgens een animatie van wordt gemaakt en dan werken als een soort director of zoiets dergelijks. Ja. Maar goed, dat zijn van die ideeën waarvan ik nu zoiets heb van, ja, ik weet helemaal niks van de animatiewereld. Dus daar kom ik dan met mijn ideetje. Ja. Ja, nee, maar als jij iemand vindt waar je lekker mee kan samenwerken, dan kan dat natuurlijk wel iets heel tofs worden. Precies, maar het probleem is al helemaal met animatie, dat het zo ontzettend tijdrovend is. Ja, dus dat is een heel gigantische investering voor iedereen die daar mee bezig gaat. Ja. Dus dan moet je wel zorgen dat het een ontzettend goed concept is, wat voor iedereen gaat werken. Mm-hmm. Dus volgens mij is er wel bij, zeker in de animatiewereld, wel een soort dat je op zoek moet naar een soort gouden formule waardoor het kan werken, iets kan worden. Ja,
Nee, precies. Maar zit je dan te denken aan een soort van tekenfilm of een korte filmpjes of zoiets? Ja, Weet je dat toch? precies zoiets, ja. Op YouTube of zoiets dergelijks. Maar goed, het probleem is, omdat het dus zo ontzettend bewerkelijk en tijdrovend is, wordt het ook ontzettend kostbaar. Ja. En je wil wel zorgen dat je de mensen met wie je samenwerkt ook daarvoor kan betalen. Dus dan moet je dus heel erg gaan kijken van hoe kun je dat financieren. En zeker in zo'n landje als Nederland, kijk in Amerika of een ander Engelstalig land, heb je gewoon heel veel mensen die het werk kunnen bekijken. En daardoor is het makkelijker om bij elkaar te rapen iets van een financiering dan in Nederland zo'n serie te maken. Dus Je ja, zit met terwijl ik natuurlijk. juist het leuk zou vinden om zoiets te maken in Nederland. Ja, nee, Een soort serie. dat is jouw taal. Daarmee kan jij je Ja, uiten, zeg maar. Het beste uiten. precies, Ja. precies. Dus dat werkt veruit het beste. Ja. Daarin heb jij je humor ook ontwikkeld en daarin zitten jouw grapjes, zeg maar. Maar wie weet, kunnen we dat nog verwachten in de toekomst, zeg maar. Ja, ik hoop het. Ja, het zou leuk zijn. Nou, als er nu een animator luistert en die denkt van, die Jan Willem, die. Dan Ik hoop weet ze dat je te die vinden. animator die luistert ook weet dat ik geen enkel geld voor hem heb. Ja, dat weet hij nu ook. Nou ja, goed Ja, hè. bij deze. Dus Precies. Hey, ik had voordat dit gesprek begon, had ik een beetje naast te denken van over jou en over wat je doet. Als striptekenaar zijnde, wat mij zo mooi lijkt aan dit vak, is dat je een soort van je eigen wereld creëert. Je bent eigen baas, tenminste als je het over je eigen werk hebt dan. Dus je kan je eigen wereld creëren en je eigen fascinaties daar ook in brengen. Zoals wat je dus ook deed met kutbeesten. Precies dat. Zie je dat ook zo? Dat je als het ware een beetje de eigen Wimpy-wereld aan het maken bent en dat wordt steeds groter? Ja, nou ja, ik doe dat niet per se heel bewust. Ik bedoel, er zijn natuurlijk stripseries die gewoon echt een daadwerkelijk een eigen wereld hebben, zoals Asterix en Obelix. Oh ja, nee, nee, Je ja. wel? Nee, ja, niet misschien letterlijk een eigen wereld, maar een eigen Wimpy-wereld in de zin van de taal, de humor, de fascinaties, jouw persoonlijke fascinaties die je erin kunt stoppen, dat soort dingen. Ja, Op die nee, dat manier. is inderdaad heel erg leuk. Absoluut, ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar goed, dat doe ik niet heel erg bewust. Iedere keer als ik iets maak, zou daar dus weer wat aan toegevoegd worden aan die Wimpy-wereld. Maar ik ben er niet heel erg over aan het nadenken of dingen aan het plannen wat dat betreft. Het ontstaat zoals het ontstaat. Nee, ja, nee, zeker. Maar je eigen persoonlijkheid of je eigen fascinaties, die kun je er wel in meebrengen, zeg maar. Zeker, zeker. Ja, dat is absoluut waar. Ja, en ook absoluut in kutbeesten zit er dus een heel groot aspect van mijn eigen fascinaties en frustraties zitten daar absoluut Ja, in. nee, precies. Precies. Heb je meer fascinaties waarvan je denkt, nou, misschien kan ik er nog eens een keer wat mee in mijn vak? Ja, zeker. Ik ben al van heel erg jongs af aan luister ik heel veel hip-hop. En ik vind hip-hop een fantastisch ding, gewoon vanwege dus het narratieve wat er heel erg in zit. Meer dan in welke muziekstroming, wat dan ook, is het natuurlijk echt een genre met verhalen vertellen. Dus ik hoop ooit ook nog een keertje misschien iets met hip-hop te gaan doen, op een wat voor manier dan ook. Ik heb er wel eens over nagedacht om echt een boek te maken over Nederlandstalige hip-hop of zoiets dergelijks. Maar ja, dan wil ik dus wel dat er gewoon heel veel humor in zit, want anders dan ga ik er überhaupt niet aan beginnen. Dan hoeft het voor mij niet. Dus ja, ergens suddert nog zo'n ideetje om daar nog wat mee te doen met hip-hop. Maar wat dat dan is, dat weet ik nog niet. Nee. Ja. Nou, En daarbij tof. weet je, er is al een fantastische boekenserie. Die heb ik hier liggen. Ik pak hem er gewoon bij. Als ik idee. Zo, gigantisch ding Hier, de ook. Hip Hop Family Tree. En dat is een historisch overzicht. Is het een overzicht naar meer een chronologisch verhaal van hoe hip-hop is ontstaan in stripvorm? Van ja, dat is eigenlijk wat ik wil doen. Nou ja, goed. Dan moet ik maar wat anders verzinnen. Ja, precies. Ja, En maar dit is fantastisch, dus ja. dit kan misschien wel als inspiratiebron. Maar dit is Engels, neem ik aan, hè? Dit is niet. Ja, dit is inderdaad Amerikaanse hip-hop ontstaan van. Ja, precies. Nou ja, tof man. Wie weet, zien we dat nog in de toekomst? Ik hoop het, ja. Heb je voor de rest nog wilde plannen? Nee, ik denk.
Dat ik gewoon de manier waarop ik nu aan het werk ben, daar heb ik wel een bepaalde rust in. Wel een lekkere balans op zich. En dat heeft een paar jaar geduurd voordat ik dat een beetje kon vinden, ook die rust. Mm-hmm. Want, nou ja, goed, omdat het dus altijd zoiets was van, ja, je moet het voor jezelf regelen en er is geen werk in principe, dus je moet het zelf gaan creëren. Zorgt ook voor een soort survival setting. Dus dan ga je iedere opdracht aanpakken, of het nou leuk is of niet leuk, voor elk stom klein bedrijfskrantje een stripje maken, dat soort zaken. En nu zit ik wel op een level dat ik de leuke opdrachten kan aannemen en de minder leuke opdrachten gewoon kan laten schieten. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook nog wel enigszins tijd overhoud voor autonome projecten, voor zelf boeken maken. Dus daar zit ik wel gewoon lekker nu in. Ja. Je hebt een mooie balans gevonden nu daarin. Ja, voor nu in ieder geval wel. Ja, dus ik hoop dat ik nog de komende tijd een Cutbeast 2 kan maken. Oh, dat is het idee. Dat is ja, het zeker. Ja, dat wil ik nog wel gaan doen. Ik denk dat ik er daarna dan ook wel even een tijdje klaar mee ben. En dan is het misschien ook wel, is het ook wel gewoon klaar qua, ja, dan is de lol er ook wel vanaf. Ja, dan weet precies. Je ieder stripje weer van wat je gaat verwachten, wat je gaat krijgen. Ja. Daar loop ik nu al een beetje tegenaan. Dus dan denk ik ook van, nou, nog zo'n boek, moet er niet nog een boek van komen. Nee, de verrassing is dan vanaf. Ja, speciaal. Precies. Ja, nee, ja. Precies. Het is wel een beetje steeds dezelfde formule. Nou goed, daarnaast teken ik iedere maand voor de Quest, voor de Quest Junior, vier mm-hmm. pagina's. En daar komt ook weer een nieuw album van uit. Ja, maar daar heb je dus ook een boek mee uitgebracht, hè? Ja, daar is onder je eigen naam, toch? Ook, of niet? Ja. In samenwerking met Quest. Ja, precies. Dus, en dat is ook heel leuk, want dat is, ja, eigenlijk zijn het die cutbeest strips, maar dan een stuk braver. En daardoor ook wel, ja, maar daardoor ook wel weer leuk, want het is weer een andere soort humor. Erin. Dan hoeft het niet constant keihard en zo. En het is leuk dat ik dan dat boek daadwerkelijk ook mee kan nemen naar workshops en laten zien aan kinderen. Van kijk, zie, dit is een leuk boek wat ik heb gemaakt. Ja. En die kennen de Quest dan ook weer, waarschijnlijk. Ja. En dat is natuurlijk ook, ook tof. Ja. Maar je hebt dus, want dat kutbeesten, dat is vrij harde humor. Of, nou ja, knoetenhard eigenlijk gewoon. Ja. En Quest, dan gaat het weer een andere kant op. Dus het is een beetje, jouw speelveld is een beetje verschillende soorten, verschillende dingen. Het is niet zo dat je altijd denkt van, oh, dat is echt typisch Jan Willem. Ja, er zit wel een bepaalde haaltijd in, denk ik altijd wel. Een beetje, dat het een beetje schuurt. Ja, ja, maar, klopt. Dat is waar. Maar inderdaad, die verschillende humor voor verschillende doelgroepen, dat vind ik ontzettend leuk om te kijken van, hoe kun je je, zeg maar, aanpassen dat je nog steeds een doelgroep aan het lachen kan krijgen. Ja. In het gunstigste geval. Ja. Ja, en met illustraties is het net zo, want dan ben je natuurlijk het hele taalaspect ben je gewoon kwijt. Mm-hmm. Dus dan moet je het visueel gaan oplossen met humor. Ja. Dus dat is ook ontzettend leuk. Ja, ja nee, dat, nou, nu je het zegt, dat taalaspect is natuurlijk ook een heel belangrijk gedeelte van het tekenen. Ja, dat moet je dus, heb je dus ook moeten ontwikkelen. Dat je een bepaalde taal en een bepaalde manier van, om grapjes te vertellen in die taal. Ja, precies. Ja, en dat is heel erg die samenwerking in strip. Het is gewoon heel erg dat balans goed vinden. En dat is een balans die je constant moet blijven ontwikkelen. En ieder plaatje weer moet bekijken of die balans goed is. Ja. Ja, en met illustratie ben je dus gewoon dat taalaspect ben je kwijt. Dus dan wordt het puur visueel iets oplossen. En dat is ook super interessant. Dat dwingt je weer om anders na te denken over de tekening. Ja, ja zeker. Ja. Dus dat Ja, en Jan Willem, ik stel deze vraag ook best wel vaak en ik ben ook benieuwd wat jouw antwoord hierop is. Wat is het beste advies wat jij ooit hebt gehad en wat je hebt toegepast in je werk of in je leven? Dat vind ik echt super lastig. Ik vind het heel lastig om één concrete bedenken. Sowieso het nemen van een boekhouder was voor mij wel een hele goede tip. Een hele praktische tip. Ja, van, kun je die gewoon een boekhouder nemen? Dat scheelt kopzoren. Dus die kan ik iedereen sowieso aanraden. Maar dat is ook het eerste wat je het binnen schiet nu. Ja, de boekhouder. Oh man, dat heeft me echt zoveel frustratie geholpen. Maar deed je dat eerst allemaal zelf dan? Alles zelf uitzoeken en... Ja, en gelukkig was dat in de tijd dat ik nog niet zo heel veel inkomsten en verschillende klanten had. Ja. Maar dat vond ik zo ontzettend, vind ik nog steeds heel lastig. Gewoon die hele administratie bij moeten houden. Dat is wel echt de zure kant van het hele
freelance ZP geven. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik dat nu niet meer alleen hoef te doen. Nee, precies. Die kant neemt de boekhouder dan over. Ja, dat... En voor de rest nog andere dingen? Nou ja, goed, die openbaring van dat alles ontworpen is. Dat is wel een hele belangrijke, want die resoneert in zoveel dingen nog verder. In zoveel aspecten van je werk en van hoe je naar de wereld kijkt. Je gaat een logica in dingen zien. Van waarom ontstaan dingen zo. En niet alleen in hoe kunst ontworpen is. Of hoe vormgeving werkt. Maar ook in de natuur. Van waarom groeit een boom zoals die groeit. En waarom lopen dieren zoals ze lopen. Dat soort dingen. Over al die vormgeving is ook nagedacht op een bepaalde manier. Werkt ook omdat ze werken. Ja. En dan ga je anders naar dingen kijken. Dan leer je ook hoe bouw je vorm op, zodat het klopt. Als je begrijpt hoe iets werkt, is het makkelijker om te tekenen. Ja. Nee, ja, nou dat ook inderdaad, ja. Is het iets waarvan je denkt van, dat kan de wereld wel wat meer gebruiken, zeg maar, op die manier daar naar kijken? Van dat aan de ene kant dat alles ontworpen is, maar dat alles ook op een bepaalde manier werkt? Zullen we nog één keer? Is dat iets wat je ook aan de wereld wil geven, in de zin van, ja, mensen zouden even wat meer om zich heen moeten kijken van, ja, waar leven we nu eigenlijk in? En hoe werkt het? En het is allemaal bedacht en het heeft allemaal een reden en dat soort dingen. Is dat iets wat je ook iets van, wil je dat de wereld ook meegeven, zeg maar? Ja, absoluut. Ja, dat is denk ik, dat is een hele, hele waardevolle, denk ik. Omdat je daardoor echt wel anders naar de wereld gaat kijken en ook je eigen acties wat meer kan gaan bevragen. Van waarom doe je dingen zoals je ze doet? Zit daar een gedachte achter of zit er helemaal geen gedachte achter? Ja, een stukje kritische reflectie of even naar jezelf kijken, zeg maar. Of je eigen handelen en dat soort dingen. Echt klinkt best wel een beetje mindful, hè? Wel, mindful? Ja, een beetje... Toch? Even een momentje voor jezelf pakken. Even bij stilstaan. Nou ja, mindful, dat betekent gewoon aandacht eigenlijk. Het gaat gewoon iets met aandacht doen. En dat is, dat is wat jij ook bedoelt, toch? Ja, ook wel. Ja, zit er ook in. Ja. Hey, laten we deze podcast mindful afsluiten dan. Ja. Hey, dankjewel Jan-Willem. Ik vond het leuk. Heb je nog iets te vertellen? Of dat je denkt van, ik wil er nog iets uitgooien, dan is het nu nog een kans. Niet met woorden. Volg me op Instagram en Facebook. En daar zeg ik dingen met plaatjes. Dat is leuker. Prima. Wimpy Comics. Weet je te vinden. Ja. Hey, dankjewel man. Yes, is goed. Ja, dat was er weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie? Dan kun je mailen naar podcast@rubenstelli.nl. Je kunt mij ook toevoegen op de social media @rubenstelli of mijn website bezoeken www.rubenstelli.nl. Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.